Visliefhebbers staan in de rij om de beste haring van Dordrecht te proeven. Voor het derde achtereenvolgende jaar eindigt de punt bij de beste 15. Dat kan volgens hem zelf alleen maar als je veel zorg en aandacht besteedt aan het product. Hij was dan ook al half mei aan het bellen met visleveranciers in Noorwegen. Uiteindelijk wacht ik altijd zo lang mogelijk om de best mogelijke haring in huis te hebben. Wij zijn dit jaar 8 juni gestart en ik heb pas 7 juni mijn haring in huis gekregen omdat ik echt tot het laatste moment gewacht heb om de juiste partij in te kopen. Vissen kan dus bijna niet en dat proeven de klanten. En waarom komt de juiste hierheen voor de haring? Omdat het een goede visboer is. Dus altijd goede punten en altijd lekker. Echt lekker haring. Ik neem hem dus ook altijd zonder uitjes. Een lekker wit bolletje of een puntje. En dan is hij het lekkerste. Volgens zijn kennis is de haring dit jaar wat mager en van mindere kwaliteit. Slechts 17 verkopers kregen daarom het predicaat goed tot zeer goed. Waaronder punt. Het geheim zit hem volgens hem in het rijpingsproces. Het begint in principe met het rijpen. Dat is voor mij het belangrijke. Mensen komen hier wel eens aan het eind van de dag en is de haring op. En dan zeggen ze, ja, dan haal je toch een haringemmertje uit de vriezer. Maar wij laten ze altijd 3 dagen ontdooien. Dus de haring die nu gesneden wordt, die haal ik vrijdags uit de vriezer. Die zet ik in mijn koeling. Die draai ik dan nog eens een keer om, de emmertjes, om het pekel goed over de emmer te laten verdelen. Dus je bent gewoon echt 7 dagen in de week bezig met haring. Af en toe voel je eigenlijk wel eens een haring. En voorlopig blijft dat nog wel even zo. Er gaan op een dag zo'n 1000 haringen over de toonbank. En dan is er ook nog eens ruimte om er zelf eentje naar binnen te laten glijden.